De straten in Paramaribo waren vanmorgen zo goed als leeg. Dit is het tweede weekend dat er een totale lockdown geldt op zaterdag. Dat wil zeggen dat niemand zich over straat mag begeven. Slechts mensen die behoren tot één van de essentiële diensten mogen de straat op. In vergelijking met vorige week zaterdag waren er vanmorgen veel minder auto's op de weg. We namen een kijkje in de resorten Geiersvliet, Tourtonne, Lelydorp, Latour en Saron. De politie heeft aangegeven dat de controle tijdens de totale lockdown opgevoerd zal worden. Op diverse plekken zullen mini-roadblocks worden opgezet en bij de bruggen zal er een verhoogde controle zijn. Ook de gemotoriseerde surveillance zal worden opgevoerd.